denk dat diversiteit heel erg belangrijk is. Niet één goed bier, niet twee goede bieren. Nee, de consument moet 5, 6 goede diverse bieren kunnen drinken. We zijn filmmakers die brouwen. We geven een opdracht aan een kunstenaar om de film die wij verbieren, om die in een kunstwerk te vatten. Buy a car, travel me far. Wij zijn zussen en sinds 2013 brouwen we ons eigen bier. Bierbrouwen is gewoon een feestje. Het is een soort koken. We voelen ons altijd een soort heksjes boven de pannen. Ja, het is eigenlijk heel gezellig tussen al die mannen. We hebben een doelgroep en dat is vooral de gay community. Er is geen plek voor echte mannen, denk ik, bij ons. Een beetje kwetsbaarheid of zo is wel prettig. We houden gewoon heel erg van mannelijke dingen. Dus gewoon lekker mannelijk zware bieren. Eén biertje hebben we 7 verschillende Amerikaanse hopsoorten in zitten. Veel smaak, absoluut. Wij kennen elkaar uit de keuken. Wij zijn het aan het doen voor de liefde van bier. Met heel veel voorkennis uit de keuken waar we nu gebruik van kunnen maken als het gaat om smaakintenties creëren in je bier. Het idee van 7 Deugden is dat we ontzettend lekkere bieren maken met heel veel smaak. Gemaakt door mensen met afstand van de arbeidsmarkt. Maar dat moet niet de hoofddoelstelling zijn. Mensen moeten gewoon genieten van het bier zelf. We willen niet te moeilijk bier maken. Recht voor z'n raap. Kick-ass beer. Dat is onze tagline. We zijn nu al buiten Amsterdam toch wel aan het kijken waar we naartoe willen. Ik denk dat Amsterdam Brewboys heel mooi in andere metropolen past. We could be flying. We could be building beautiful things. But instead... People are dying, and we pretend that we're trying, but we should just...